Die hond heeft op mijn ding gepist. Is die? Ja. Thank you so much. Have fun. Bye-bye. Die hond heeft op mijn darmje gepist en ook op uw darmje. Ook op uw darmje. Jawel, kijk, kijk, kijk. Het is nat. Zie je? Het is nat van de zeik van die hond. Je weet wat je doet? Je hebt het darmje en je wast die buitenkant met water eraf. Ja, daar drink ik dan nog niet van, ze. Jawel, jongen. Een beetje daar heeft een hond op gepist. Dat is maar hondenpis, hè, jongen. Dat is maar hondenpis. Die hond is misschien ziek. We moeten eigenlijk denk ik echt die splitsing aan staan. Maar daar komt geen kat uit, dat is voor de beren. Nee, nee, daar rijdt. Die mensen denken misschien dat wij de splitsing moeten. Allee, dan zouden we toch kinderen gaan staan. Ja, maar jongen, als je kinderen gaat staan, dan stel dat toch zeker beter. Oké. Okay. 2 minuten later. Is jullie haar krappen, jongen? Dan denk je meest dat je vlooien hebt. Jij hebt vlooien, denk ik. Maar nee, jongen. Wel gekrapt gaan ze dagen. Maar dat is gewoon van... Shit, man. We zitten hier slecht. Ah, zo ja, lichaamstaal. Ja, goed. Voilà. Ja. Jij zou zo doen. Zalige vakantie. Hoe lang staan we dan? Een uur en half. Een uur en half. Dan zie je hoeveel mensen er passeren. Niets, hè. Hier, een auto. Een auto. Je moet hier af. Het is vrienden, het is avond aan het worden. We staan al hier op dezelfde plaats. En er komt geen kat voorbij in ons gebied. Ik ben diep teleurgesteld in de kust van Oregon. Diep teleurgesteld. Ik ben niet kwaad, hè, maar diep teleurgesteld. Dat is heel erg, hè? Dat is veel... Nee, ja, dat is wat je van maakt. Hé, hey man, wat gaan we doen, Dieter? Wat gaan we eten? Waar gaan we slapen? Lul! Hij is toch een lul? Huh? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Je kunt dan niet stappen, hè, man, als 30 kilometer. We een beetje verder stappen, maar niet te ver. Dat we nog kunnen terugkomen. Dan moest het daar donker worden, want ik wil dan niet gewoon in een bos slapen. Slaapplaats zoeken, niet? En eten, vind je zeker? En eten, ja. Ja, ja, man, ja! Oh, die gaan ons nog 80 mijl verder brengen, dus dat is heel goed. Want ik zeg het even niet mee zitten.
Oké, dat klopt. Shit. Dieter, die mens die geeft ons dit. You guys get something to drink, you want milk or what? No, you don't have to buy us to drink. No, you can ask if I had to. I know that, I don't have to. I want to, okay? When I was on the road, when I was traveling and stuff like that, people helped me too the same way, you know? What you do is you pass it on in life. Yeah. You know, if you don't pass it on, it don't go nowhere. Yeah. It's like kindness, you know? Be kind to people. Maar ik heb mijn lach al moeten inhouden. Dat kun je niet voorstellen. Die zit in eind het zo doen. Die acht vrouwen. Die is 8 keer getrouwd, die mens. Hij zei tegen een Dieter. Dieter, wat doe jij als je schoenen kapot zijn? Waarop dat een Dieter zegt, ja, dan koop ik nieuw schoenen. Waarop dat hij zegt, ah wel, dat doe ik ook met vrouw. Manneke. Hij blijft het staan. You guys want your coffee? Hij blijft staan. Yeah. Oh, that would be great, no? Yeah. Then go ahead and have a coffee and donut. Okay, that's good. Okay. God bless you, fellas. And you got a long way to go. Yeah. And I wish you all the luck and my prayers to go with you. Thank you. Nu gaat hij een trucje doen over magnetisme. Yeah, can you close your hands? But faster, I can get that coin out. Yeah. You really think so? Yeah. I don't. Okay, let's try. Okay, you ready? Ready. De man heeft mijn kaart gekrapt. Ik wil nog wat proberen. Oh, God. Nee, die is krap mij ook. Quick, call her ambulance. Maak je je zorgen? Maar ja, jongen. Waarom? Omdat hij tegen u gezegd heeft dat hij toch een ziekte had. Heeft hij dat gezegd? Is het echt? Wat heeft hij tegen u gezegd? Serieus. Wat heeft hij tegen u gezegd? Welke ziekte had hij? Ja. Is het zo? Ik kan het u niet laten op zeggen. Maar... Is het zo? Ja. Ja? Ja. Fuck je. Ik kan niet mee zitten, jongen. Jawel, jongen. Nee. Jawel. I would show you one more and you can have a lot of fun with it. Yeah? Yeah. You can move any coin you want on any side. Yeah. But I don't want you to change the diagram. It's still gotta be square. Yeah. And I want 5 coins in each row. And if I bang it on them. Is die ziek, Dieter, of niet? Maar Dieter, kom maar vertellen, is het de ergste ziekte dat je kunt hebben? Nee. Maar die is niet ziek. Nee. Zijn er zeker? Zeker, gewoon suikerziekte. Oh. Then you move this penny and this penny. Wat is er meer dan wel aan het zeggen? Dieter. These two here connect here. So just put this one on top of here. And you'll have 4, right? Yeah. You'll have 4 coins here and this will be gone. Yeah. When I was showing you guys, I moved the coins 4 times, right? Yeah. Each time I moved it differently. Is it? Oh. No. Is it? You're seeking them? Oh, God. Well, take care now. Thank you very much. God bless you guys. Thank you for learning me the tricks. Huh? Thank you for learning me the tricks. Okay. I get a kick out of doing them too, you know. Thank you so much, Freddy. Yeah. Take care now. Okay, you too. Make that go with you. Dit is hilarisch. Die heeft mij gewoon opengereden. We staan aan de lobby van een hotel, een heel chic hotel. We gaan hier proberen gratis te slapen als wij voor hun werken. Let God be with us. Yeah.
He is with us, Matthias. Oké. Okay. Dat is geen, hè? We wanted to ask if it was possible that we can work here and sleep here for free then. See, I wouldn't be the one to talk to. You'd have to catch a manager. And can you call one or? They're out of town. They're actually at a convention in Portland. We're gonna use a motel probably. You have to work for a place to sleep every evening. And now you have a motel, so we wanted to ask if it was possible to sleep in your motel. That would be fine. Is that okay for you? That's fine. Oh, thank you very much. Thank you. Jeet, dat ik er geen goed gevoel over die de kop gezien toen je die uitlegde. Ja, maar die zei toch ja, hè? Ik denk wel, ja, maar die stond daar zo. Maar we kunnen niet slapen, Dieter. Kom je onze kamer bekijken. Hallo? Zeg, er kan nog iemand bij. I can't look at it anymore. I'm sorry. Wait, you looking at it? Yes, I looked. 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 I looked
En waar liggen we nu weer, jongen? Goeie pit. Zalig. Allemaal. Gratis. Wat dat je normaal geld voor neertelt. Niet te geloven, man, wat wij meemaken. Ongelooflijk. Ik ben wel moe, jongen.